Hallo beste kijkers van Fish, Bouke hier weer met een nieuwe video. Met vandaag weer een nieuwe aflevering van Road to 50 plus kills in een potje Team Deathmatch. Ik ga met deze class spelen en ik speel op de map Overflow met de score streaks Hellstorm Missile, Lightning Strike en Stealth Chopper. Dat zijn de score streaks die Fish met de vorige aflevering heeft aangeraden in de comments. En ik dacht, laat ik die eens proberen. Normaal gesproken speel ik eigenlijk nooit met dit soort streaks. Hellstorm heb ik volgens mij nog nooit gebruikt. En wel eens een keer uit de care package opgepakt van iemand anders bijvoorbeeld. Lightning Strike, in het begin van de game gebruikte ik die best wel vaak, omdat hij toen best wel OP was. Maar daarna hebben ze hem genurfd, waardoor de strikes later aankwamen dan dat eerst het geval was. En toen vond ik hem niet meer zo goed. En de Stealth Chopper, die wil ik nog wel eens gebruiken in combinatie met een Escadrone. Ik dacht al, ik zag iets met een vierkantje in beeld komen. Dat was dus een Tactical Intercession. Gelukkig zag ik dat, anders dan was hij daar gespawnd, had hij ons beide kunnen killen. Mijn teammate en mij. Oké, 5 kills streak al, dus dat begint best wel lekker. Ik hoef niet zoveel kills meer, dan heb ik een Hellstorm, heb ik het idee. Maar ik weet even niet waar de vijand zit. Ik denk dat de spawns geflipt zijn. Dus dan moet ik die kant uit kijken. Maar ik zie ook wat actie in het midden van de map. En ik heb... Oh! Yes. Oké, ik heb een Hellstorm. Maar ja, ik zit hier niet veilig om hem in te zetten natuurlijk. Nu heb ik ook een Lightning. Oké, ik heb hier teammates bij me. Dus ik reken er even op dat jullie het gaan regelen, teammates. Oké, nou, 1 kill waarschijnlijk. 0? Hoe kan dat nou? Ik snap er niks van. Nou, het zal wel. Ik weet niet of me dit kills op gaat leveren. Laten we erop hopen. Nee, geen kills. Nou ja, dan gaan we maar voor de stealth shop. Oké. Oh, mijn aim ging opeens omhoog. En ik had niet door waarom. Oei, dat ik die gunfight nog win. Wat een geluk. Even deze gun oppakken. Dan heb ik in ieder geval nog een wapen als mijn kogels op zijn. Oh, jammer. 1 kill voor mijn stealth chopper dood. Omdat ik damage had. Echt jammer. Nee, je mag niet joinen. Je mag nooit joinen. Alleen als ik in een party zit. We gaan opnieuw proberen de streaks te halen. Maar tot nu toe vind ik de Hellstorm en de Lightning nog niet echt nuttig ofzo. Ik vind ze niet goed. De Lightning die komt gewoon te laat aan met zijn strikes. En de Hellstorm... Ja, ik deed hem voor mijn gevoel echt vlak in de buurt van iemand. Maar ik kreeg er geen kill mee. Dus ik weet ook niet hoe dat werkt. Ja, ik weet wel dat je hem zeg maar uit kunt spreiden. Maar dat hoeft dan niet per se, of wel? En dit is natuurlijk echt dikke bullshit. Ik schiet in zijn schouder. Hij gaat niet dood. En hij steekt een keukenmesje in me. En ik ga dood. Een aardappelschilmesje. Tjonge, jonge, jonge, jonge. In dat gebouwtje zit er een. Teammate, waar ga... Oh. Er stond een teammate naast me. Die ging opeens dood. Maar ik zag nergens op een kaart een rood stipje. Maar die vijand had natuurlijk weer een suppressor. Nou, ga ik weer door hem dood. Nou, nu zit hij er niet meer. Ja, hij zal er wel ergens in de buurt zitten. Hostel heeft een AGR. Teammate zit met een Scorpion. Ah, hier doet hij een AGR. Moet ik wegwezen, anders dan killt hij AGR me. Dankjewel, ze hebben nu ook een UAV, hoor ik. Wauw, dat hij die... Oh, een Session Joiner. Hij heeft BDW is een clan tag. Nou, die gaan we natuurlijk weer even verwijderen. Hoe heette die nou? Even kijken. René Griff. Oké. Dan ga ik nog een keer dood omdat ik iemand moet verwijderen. Dat is het nadeel van mensen toevoegen. Ze gaan altijd session joinen. Je kan het nog zo vaak zeggen dat het niet de bedoeling is. Maar toch gaan ze het nog steeds doen. Nou, die is verwijderd. Ik ga natuurlijk even uit dit potje. Het lukt toch al niet meer. En er zit een session joiner in. Dus ik zie jullie zo meteen in het volgende potje. Daar ben ik weer. Ik heb even een nieuw potje Team Deathmatch gezocht. En ik ben nu in een lobby op Meltdown. Met welk wapen zal ik spelen? Ik heb net met de M27. Dus ga ik nu even met de Scar H. Lekker wat variatie in wapens. Ik heb nog wel dezelfde streaks aangelaten. Omdat, ja, ik vond het wel leuk om een aflevering te spelen met de streaks die Fish me had aangeraden. Tot nu toe hebben die streaks me in totaal 0 kills opgeleverd. Dus een hele goede tip. Nee, het ligt misschien ook aan de uitvoering. Misschien doe ik wel wat fout ofzo, ik weet niet. Oh? Ik snap niet waarom ik geen kill kreeg en hij wel. Want ik schiet op hem, ik krijg geen kill. Hij schiet op mij, hij krijgt wel een kill. Merk ik daar enige vorm van discriminatie? Ja, teammates, jullie mogen ook wel wat killen. Oei. Nou, ik heb ze alle twee. Zit hier rechts van me nog één. Oh, ik word achtervolgd volgens mij. Ja, dat had ik goed. Die zag ik op een radar. En dit was diegene die rechts van me zat. Phew, dat ik ze allemaal heb, joh. Dat slaat eigenlijk nergens op.
Oké, nu heb ik mijn streaks, dus even wegwezen. Even kijken, nee, niemand. Teammate is hier dood gegaan, maar ik weet niet hoe. Oh, door hem waarschijnlijk. Even kijken waar die... Oh, die gaat daarheen. Oké. Ga ik nu veilig mijn Hellstorm incallen? Oké, boosten! Oké, nu spreid ik hem wel uit. Ja! Ik heb 2 kills! Oh, ik had gerekend op 1 kill, maar toch nog 2. Nou, daar ben ik op zich wel blij mee. Hierboven zit er 1. Ik heb er 1 kill mee met mijn lightning. Waar is die enemy die hierin zat? Die is hem weer gepeerd? Ja, ik denk het wel. Kijk, oh, staat hij daar te campen? Ja, Nederlander, hè? Target Finder LMG naar het deurgangetje gericht. Ga nou eens rondlopen, joh. Echt, ik vind het niet erg, hoor, dat je in dat gebouwtje gaat zitten. Maar ga dan niet dom naar de uitgang van het gebouwtje kijken. Totdat er iemand binnenkomt. Dat slaat nergens op. Teammate was hier dood gegaan. Hey, ik stopte met schieten omdat hij dood had moeten zijn. Het gaat toch nergens over? Ik schiet gewoon raak, maar hij gaat niet dood of zo. Ik weet niet wat dat is. Ja. Oh. Er komt de hele tijd in zulke situaties waarin ik het naloop ben. En dan gaan ze zitten campen met een sniper rifle. Ik heb wel een beetje vijanden nodig die wat lopen, weet je. Deze mensen gaan de hele tijd campen. Dan lukt het niet. Daarachter. Huh, waar dan? Ja, ik zie hem echt niet. Op mijn beeld staat hij er gewoon niet. Ja, misschien als ik zo meteen de opname terugkijk dat hij er wel staat, maar... Nou, teammate, heb nou eens een keer die... Ah, oké, dat was weer die enemy die zit te campen met een LMG Target Finder. Dan kan ik het die teammate ook niet kwalijk nemen dat hij die kill niet heeft. Zo, hij is eindelijk dood. Revenge medal. Hè? Dankjewel. Ook die sniper is nu dood. En ik had het idee dat er nog een derde was. En die zit inderdaad hier. Die heb ik nu ook. En ik werd weer beschoten door snipers, dus ik ga hier maar weg. Laat mij maar voorop, teammate. Want als jij voorop gaat, dan ga ik ervan uit dat jij de kills pakt. Maar dat doe je dan niet. Oh, word je gedropshot door iemand met een M27. Wauw. Nou, die kill hebben we wel. We willen nog even 1 keer die stealth chopper halen. Want die heb ik de hele tijd nog niet gehaald. Dat vind ik niet leuk. Kom dan. Ja, dan gaan ze weer snel achter cover, hè. Dat vind ik zo irritant. Ja? Was dit ook al die ene die ik zo net raakte? Ik weet het niet. Ik hoop het, maar ik weet... Oh. Ah, ga nou eens... Hey, door de muur. Oké. Moet naar 1 of 2 kills, denk ik. En dan heb ik weer een streak. Even rustig aan. Nou, ik kan de spawn trouwens wel in, want ik heb toch een suppressor. Maar even proberen niet dood te gaan. Maar eigenlijk doe ik dat het hele potje lang natuurlijk. Maar alsnog. Ik moet al wat zeggen, hè. Oké, mijn teammates spawnen hier nu weer. Dus dan ga ik weer de andere kant op. Dat is het nadeel van Team Deathmatch. Dat de spawns de hele tijd flippen. En in andere Call of Duty's kan ik ze wel redelijk voorspellen. Maar in Black Ops 2 ben ik daar niet zo goed in. Ik weet dat er iemand achter het busje zit. Maar die heeft mij niet gezien volgens mij. Oké, die is hierheen gegaan. Ja, mooi. Ze hebben een counter UAV. Nee. Dat is echt irritant. Want ik heb zometeen... Ah, hebben ze ook nog een UAV? Ik weet het niet. Want ik heb zometeen mijn lightning strike. Ja. Dan weet ik niet waar ik hem moet plaatsen. Ja! Triple kill, lol. Ik had gehoopt op 1 kill. Want ik dacht, man, misschien red ik dat niet eens. Heb ik opeens een triple kill. Dat is best wel lekker. Maar ja, nu kan ik mijn lightning niet in... Ja, ik kan hem wel inkallen, maar... Ik weet niet waar ik hem dan moet plaatsen. Welke kant ga je? Oké, daarboven zitten ze dus. Maar waar? Ah, hij is eruit gegaan. Er is iemand anders, er zit nog één. Oh. Hij laat. Nee, gaat hij daar nou echt liggen? Nou ja, stealth chopper wordt het niet meer. Deze vijanden campen te hard. Ik doe gewoon alle 3 hier en hoop ik op een double kill. Nee, het is ook nog gelukt. Want ik merk dat als ik die 3 dingetjes heel nauwkeurig ga plaatsen op 3 verschillende plekken, dat ik dan gewoon te laat ben. Dat sowieso dan de eerste 2 misgaan en dan met geluk heb ik met de derde nog een kill, maar...
Ja, vroeger kon dat wel, omdat die lightning strike heel snel afgeleverd werd. Maar nu duurt het echt bijna een seconde voordat die bom neervalt. Ik heb slechte aim, sorry. Liep je nou onder iemand? Ja. Doei. Friendly UAV inbound. Kan helpen, het is wel een beetje laat alleen, dat is jammer. Sticky out, wie zegt dat? Oh, hi. Ja. En het potje is afgelopen, 32-9. Nou ja, niet echt een goede score. Maar ja, wel een redelijk KD. Het is 3-56, nou dat vind ik redelijk. Volgens mij is dit met een stun grenade de final killcam. Ja. Hé, hey, leuke killcam. Ja. Tuurlijk. Hij krijgt een flits in zijn rug, ja. Daar val je natuurlijk spontaan dood neer. Black Ops 2, hè. Tjonge, jonge, 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 jonge. Even kijken wat voor maps we krijgen. Standoff, die lijkt me wel chill. Dus ja, ik ga nog maar een potje doen, want het eerste potje dat heb ik natuurlijk maar half gespeeld. Omdat er weer een session joiner in zat en ja, ik kon het toch al lang niet meer halen. Dus ik dacht, ik leave maar gewoon. Ik ga wel even andere streaks aanzetten, want ja, ik haal niet eens de stealth chopper. En deze twee, ja, ik haal er niet echt kills mee. Ik ga nu wel hogere streaks aanzetten, dus dat is misschien een beetje onlogisch. Maar ik heb meer vertrouwen in deze streaks, want ja, die Hellstorm en die Lightning, die doen het voor mij niet echt. Die Lightning heeft één keer een triple kill gemaakt. Als hij dat altijd zou doen, dan kan hij wel uit. Maar ja, ik heb hem volgens mij 3 keer gehaald. 1 keer geen kill, 1 keer 2 kills en 1 keer een triple kill of zo. Ik weet niet precies. En die Lightning Strike, ja, die vind ik nu gewoon echt te slecht nadat hij genervd is. Maar dat is ook al meer dan een jaar geleden of zo. Maar toch, ik ga nu weer even spelen met Stealth Chopper, Escort Drone, Warthog. Die hoef ik alle drie niet te besturen. Dus dat is wel fijn. Dan kan ik gewoon lekker zelf doorgaan met gun kills maken. En ondertussen maken die dingen kills voor mij. Tenminste, als ik ze haal. Want ik heb in deze anderhalve potjes die ik nu heb gespeeld niet echt een lange streak gehaald. De hoogste score streak die ik heb gehaald is dus de Lightning Strike geweest. Ik ga even spelen met AM94. En dan gaan we gewoon proberen. Ik vind Standoff wel een hele leuke map. Maar Team Deathmatch op Black Ops 2, dat past gewoon niet zo goed bij mij. Ik kan om een of andere reden niet echt goed weten waar de vijand zit. En in Team Deathmatch op Modern Warfare 2 en 3, ik weet altijd waar de vijand is. Ik ga bijna nooit dood doordat ik niet weet waar de vijand is. En in Black Ops 2 ga ik best wel vaak dood doordat ik niet weet waar de vijand is. Eerst word ik geconcussioned en daarna gestunt. Huh? Lig ik deze kant op? Hoe kan dat opeens? Oh. Assist, nou beter dan undead. Oh, daarboven zit er nog één. Is hij al dood? Ik weet het niet. Hij leeft volgens mij nog. Nou, er zit nu al een teammate bij. Maar dat is ook een teammate. Oké. De spawns zijn geflipt, lijkt mij. Ja, want er zit hier alleen. Oh, weer een assist. Nou ja, zoals ik al zei, beter dan doodgaan. Oh, het lagt, jongen. Nou, er staat 4 bar, maar jullie zien duidelijk de frames skippen. En daardoor ga ik dan dood. Want precies als ik weer in die gunfight kom, skippen er weer een paar frames. En ja, dat komt me dan net even niet uit, weet je. Hier bovenop, een snipertje. Waar is hij? Hier. Hey, Nanny dood. Nou, hij gaat knijven. Hoe gaat bij hem de knijf wel raak? Als ik knijf, gaat het altijd mis. Ook al zit ik in zijn broekzak of tussen zijn bilspleet. Als ik op knijf druk, mis. Automatisch, echt altijd mis. Maar hij kan wel gewoon knijven. En ik snapte ook niet dat hij niet dood ging door mijn kogels. Ja, het lijkt gewoon echt. Er staat gewoon 4 baan, maar het klopt echt niet. Want ik zie gewoon de schemes frippen, wat zou ik zeggen? De schemes frippen. Ik bedoel de frames skippen. Hier is iemand gekild. Nou, ik had ook niet moeten challengen, want ik had al damage. Nou, het gaat echt voor geen meter. Maar ik geef Black Ops 2 daar de schuld van. En dat is het ook gewoon. Want ik kan zo op Modern Warfare 2 of 3 gewoon het eerste potje gelijk een lekker potje halen. Maar op Black Ops 2 wil dat niet. Omdat het altijd laggy en buggy is. De hitdetectie is slecht. Elk potje skip je wel een aantal frames. Enemies campen altijd, dat bedoel ik. Mooie timing. Ja, er zit nog één, maar mijn beide teammates zijn omhoog gegaan. Oké, nice. Zijn we ongeveer 1/3 op een streak. Nou, iets minder denk ik nog, maar boeien.
Nu zijn we wel op 1/3. Ik werd weer gehit. Maar ik ga even wachten met kijken totdat ik al mijn health er weer bij heb. Oh, ik had niet verwacht dat hij ging challengen. Wauw. Dat hij die gunfight verliest is ook dikke bullshit natuurlijk. Ik sta gepre-aimed hem op te wachten. Ik heb een beter wapen en nog verlies ik gunfight. Oké, die heb ik wel dan weer. Ik sta 7-6. Ik sta wel de beste van mijn team. Maar ik heb een waardeloze score natuurlijk. Het gaat ook slecht. Maar ja, dat heb je soms. Ik kan er ook niks aan doen. He's taking the lead. Oké, hem hebben we. Oh, wordt van achteren beschoten. Dankjewel. Nee, waarom spelen ze met county UAV? Oei, dat ik die nog net had. Heb ik geluk mee. Ik begon al met schieten omdat ik zijn schaduw zag. Hé, daar ligt er een. Ja. Ik ga gewoon even campy spelen. Want ja, als zij mijn counter UAV kan ik helemaal niet meer weten waar ze zitten. Ik hoorde iemand een shock charge neerleggen. Dat was hij waarschijnlijk. Ik heb ook slechte aim. Iemand die bijna stilstaat voor mijn neus. Daar heb ik nog moeite mee om raak te schieten. Nee! Alle wapens die hij had kunnen hebben is weer een KSG. Als ik hem gekild had, had ik mijn stealth chopper. Oh, ik haat shotguns en snipers. En knives. Alles waardoor je in één keer dood bent, haat ik gewoon. Echt, ik vind dat zo kut. Ik wil een kans hebben, weet je. Met die wapens heb je geen kans, want je bent in één keer dood. Dus... ja, ik wist dat ik geen genoeg kogels had. En herladen had ook niet gelukt. Dus ja. Nou ja. Niets aan te doen. Van achteren. Er staat ook gewoon een teammate. Lekker in een hoekje. Nou, we winnen in ieder geval wel, als het goed is. Dus dat is mooi. Dat is ook belangrijk. Maar ja, in deze serie... is het doel toch iets anders? Oh, ik keek daar vast niemand. Ik draai mijn schouder naartoe en dan is er direct wel iemand. Het gaat altijd zo bij mij. Kijk, nu kijk ik. Nu draai ik mijn schouder erheen en nu zit er waarschijnlijk iemand. Oh, wauw. Lig je nou echt op de grond te pre-aim campen? Ongelooflijk. Ga nou eens lopen. Zo moeilijk is het niet, hoor. Moeten ze weer met z'n tweeën challengen natuurlijk. Oh, met z'n drieën zelfs. Met z'n drieën. Anders kunnen ze me natuurlijk niet hebben. Nee. Nou, het staat inmiddels gelijk. Teammates, wat hebben jullie gedaan? Kom op. Nog 3 kills. Nog 2 kills. We can do this. Oh, het staat weer gelijk. Ja! Met 1 kill heb ik de final kill cam. What the fuck is dit nou weer? Lol. Dit wil ik even terugzien. Zo net de final kill cam van een teammate met een concussion grenade. En nu heb ik in 1 kogel de final kill cam omdat hij waarschijnlijk al damage had. Let maar op. Oh nee, huh? Toen ik de kill zo net maakte, leek het net alsof ik 1 kogel schoot. En dat hij toen gelijk stopte, het potje. Maar nu leken het gewoon 3 kogels. Dus nou ja, ik weet het niet. Boeit ook niet zoveel. In ieder geval bedankt voor het kijken naar deze video. Hopelijk doen jullie weer even een blauw duimpje omhoog. Plaats een comment met wat je van de video vond. In de beschrijving staat een link naar mijn kanaal. Ken je mij nog niet? Check mij dan ook even als je de video leuk vond. En dan hoop ik jullie bij de volgende video weer terug te zien. Later mensen, tot de volgende video.